Ik heb wel eer eten opgehaald en dat zijn dopetjes, peentjes en aardappels. Maar wat ik ook gelijk bij ga doen, maar dan ga ik eerst even het bord even neerzetten namelijk, is eigenlijk mayo. Zo, ik moet even nadenken. Serieus, soms. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sam Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Net lekker onder de douche vandaan. Oh. Zo, even haar haren goed doen. Zo. Maar dat komt zo meteen in het. Ik ga eerst even naar de badkamer. Ga ik mijn haar even denken maar doen. Zo. Oh ja, dat is altijd zo. Dat heb ik gedoucht, is de... Helemaal beslagen. Zo. Maar ja, daar hebben we altijd de oplossing voor. Zo. Hupsakee. Zo, dan zitten we weer fris en fruitig uit. En dan kan ik hiermee door in ieder geval. En dan ga ik nu even lekker een bakje koffie drinken. Dingen, klein dingetjes doen achter de computer. En dan is het weer buiten daar zo mooi in de verte. Ja, wat vinden jullie ervan? Laat het weten in de reactie. En ga ik hier nu een bakje koffie drinken. Laten we het ook even doen. Zo, en dan zit ik weer lekker thuis op een gemak. Lekker op de stoel, lekker te zitten. En lekker muziek. Ik ben al drie uur klaar met werken. En ik heb lekker films zitten kijken. Die ene van iets van... Ik had gisteren natuurlijk over gehad. Ik films te kijken... Over magie, die heb ik nu lekker uitgekeken. En toen lekker alleen maar een bakje koffie zitten drinken. En dan heb ik ook Tony 10 gekeken. Ook een ongelooflijk leuke film. Ik ben meer van Nederlandse films. Ik dacht dat ik iets te horen, maar het zal wel. Maar ik ben meer van Nederlandse films dan buitenlandse films. En ja, het is nu al 3 uur geweest. En nu lekker relaxed. Ja. Met een bakje koffie en melk. Beide. Want melk is goed voor elk. Oh, dat is zo lekker, een glasje melk. En nu maar even lekker wachten op... avondeten. En dan ga ik nu lekker gewoon lekker relaxed. En ik begin weer last van mijn ontstoken teen. Die wordt weer gevoelig. Dus ik denk dat ik toch wel... Ik ben gewoon zo'n type die gewoon denk ik te eigenwijs is. En ja. En dan ben ik zo geboren. Zo ben ik gewoon. Terwijl dat heel veel begeleiding. En zoals... contact om me heen. Tenminste, moeder... Die zeggen van, ga nou naar de dokter, ga naar de huisarts. Maar ik ben sowieso diep. Weet je, je kan wel snel mogelijk naar de huisarts gaan. Maar dan denk ik van, weet je, wacht eerst een week af. En dan gaan we dan pas naar de huisarts. Want ik vind het zo onnodig. Laat het mij weten in de reactie wat jullie ervan vinden. Maar ik vind het zo onnodig. Als je een week wacht, eigenlijk. En terwijl dat eigenlijk daarna over is. Om eigenlijk nog naar huisarts te gaan. Ik bedoel te zeggen van... Ik ben niet zo'n type die snel naar huisarts gaat. Ik wil voor zekerheid echt nodig is. Weet je, ik ben niet zo'n type die dan voor onnodig naar een huisarts gaat. Om zo te zeggen. Bijvoorbeeld is een heel klein mini dingetje. Bijvoorbeeld dit. Ik vind het heel klein mini dingetje aan de gang. Dan denk ik, weet je, ik ga eerst even een week aankijken hoe het dan is. En dan pas ga ik huisarts bellen. Want ik vind max, week, moet je last van hebben. Van alles, vind ik, algemeen. Als je er nog last van hebt, dan duurt het gewoon te lang en dan moet je aan de bel trekken. Zo ben ik. En nu is het wel bijna een week geleden dat ik er nu last van heb. Dus nu ga ik aan de bel trekken. En denk je van, waarom zei je al eerder dat je naar de huisarts ging? Ja, klopt. Maar toch zal ik weer te twijfelen. Weet je, ik wacht nog even gewoon. Want ik heb eigenlijk zelf gezorgd dat het over is. Want ik heb...
eigenlijk pus uit laten trekken. En ik heb nu geen last meer van. Toen. En nu is er 3 dagen, 4 dagen verder. En ik heb nu wel weer last van. Ja. Nou. Dan weet ik dat ik toch naar de huisarts moet gaan. Dus dan ga ik het ook gewoon echt doen ook. En wat ik ook moet doen is nog even afspraak voor Ganja maken. Dus vandaar. Zo. Lekker gebabbeld. Ik ga denk ik zo meteen lekker een mandarijntje nemen. Lekker een filmpje kijken weer. Deze keer is Holding Powers of Dead. Doe het. Weet hij. Die ga ik ook maar kijken. Want het gaat over Noah. Noah is zo neus nerveus op zijn eerste schooldag dat hij niet eens de school kan lopen. Maar dan verschijnt de lieve emotionele hulphond Duut. Oh, dat lijkt wel interessant. Ik heb nog eens te kijken. Het zijn 2 afleveringen. Ik weet niet of het zijn. Ik ga eens even kijken. Zes afleveringen. En 1 seizoen, denk ik. Maar we gaan even kijken naar deze serie. Seizoen. Nou, we het even lekker gewoon doen. Ik heb wel eer eten opgehaald. En dat zijn dopetjes, peentjes en aardappels. Maar wat ik ook gelijk bij ga doen. Maar dan ga ik eerst even het bord even neerzetten namelijk. Is eigenlijk... mayo. Zo, ik moet even nadenken. Serieus, Sander. Ga je nou nadenken dat je wat je bij wil pakken? Ja, mayo. En dat zit ook van neer. Anders heb ik handen vol, dat wil ik ook niet hebben. En dat heb ik al namelijk. Maar ik ga even mayo bijnemen. Het is lekker lekker met aardappels. En lekker wortels. Dat is ook wel lekker. En het is nu al 6 uur geweest. En nu lekker eten. En ik zit nog steeds lekker film te kijken. En nou iets met Power Rangers. Wat is er vroeger leuk. Ik keek er vroeger ook al toe eens. En nu kijk ik via Netflix. Het is echt zo'n leuke film. En dan echt, echt menselijk is het hier. En op tv, wat ik vroeger zat te kijken, was het echt... noem het stripachtig, om zo te zeggen. En kan jij als we het ook net lekker te eten, hè, boef? Die pak ik even nu hier. Hè, boef? Hè? Boef? En zoals jullie hebben gehoord, waarschijnlijk gaat deze... weekend gaat het sneeuwen. Alweer in het weekend. Oké. Maar we gaan zien hoe het allemaal gaat bevallen. Ik ga nu even lekker verder kijken met lekker eten erbij. En ik weet niet wat het allemaal is. Maar er zit ook vlees erbij. Maar ik weet alleen niet wat voor vlees. Maar dan ga ik opproeven. En dan ga je waarschijnlijk, als ik niet vergeet te vertellen, wel horen. Door eerlijk gegeten te hebben, is het nu allemaal op. Namelijk... En dan ga ik het bij de keuken neerzetten en ook klaarmaken, want het is wel 9 uur geweest om lekker te gaan slapen en alles dicht te gaan gooien. En ja, een beetje maar opzoeken. Dus, en dan morgenochtend iemand opbellen. Dat is Sanne. En klaarmaken nu om lekker naar bed te gaan. Dan ga ik nu lekker slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor kijken in deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het toch zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Toen zijn we 10 minuten verder. Dus hij wacht er weer uit. Oh zo. Ik denk dat hij nou helemaal schoon. Oh sorry. Ik denk dat hij nou wel helemaal schoon is. Ik zit ook eigenlijk heel goed te filmen ook. Top. Maar ik ga lekker de YouTube bij te kijken. Dat is echt lekker relaxed.